file parkeren achterwaarts. Ook bij deze bijzondere verrichting moet je al het overige verkeer voor laten gaan. Kijk ook goed naar verkeersborden of het wel mogelijk is om te parkeren. Het voordeel van achteruit inparkeren is dat je veel minder ruimte nodig hebt dan bij file parkeren voorwaarts. Zorg ervoor dat achter de auto waar je gaat parkeren minimaal 1,5 keer de voertuiglengte is. De werkwijze bij het fileparkeren achterwaarts is als volgt. Bepaal van tevoren door in de verte te kijken waar je wilt gaan parkeren. Stop op de juiste wijze naast het geparkeerd voertuig. De afstand tussen jouw voertuig en het geparkeerde voertuig moet ongeveer 50 centimeter zijn. Kijk voordat je gaat rijden goed rondom de auto. Kijk in de binnenspiegel, kijk naar voren, kijk in de rechter buitenspiegel, kijk over de rechter schouder, kijk in de linker buitenspiegel en kijk over de linker schouder. Als de weg vrij is, ga je achteruit rijden met een slippende koppeling. Stuur volledig in naar rechts zodra jouw achterbank van jouw auto gelijk staat met de voor- of achterzijde van het geparkeerde voertuig. Voordat je instuurt, kijk je nog een keer in de linker buitenspiegel en over de linker schouder. Wanneer je rechter buitenspiegel gelijk is met de voor- of achterzijde van het geparkeerde voertuig, stuur je volledig in naar links. Zodra de auto evenwijdig aan de stoeprand staat, zet je de auto stil. Bij kort parkeren mogen de wielen ingestuurd staan naar links, zodat je makkelijker kan wegrijden. Je mag file parkeren achteruit altijd tussentijds corrigeren. Zo heb je de mogelijkheid om toch goed uit te komen. Vervolgens ga je op de juiste manier wegrijden en controleer je tijdens het wegrijden nog één keer het overige verkeer in je spiegels door de nakontrole toe te passen.